Laura is in maart met een vriendin op vakantie in Qatar. Ze gaan stappen in deze bar en daar zou iemand iets in haar drankje hebben gedaan. Dan herinnert ze zich dat ze in de taxi zit met een meneer. Uh, en het volgende moment wordt ze wakker in een appartement. Uh, alleen, uh, kleren kapot. En komt ze tot de uh, ontdekking dat ze is verkracht. Laura stapt naar de politie. Er wordt een verdachte aangehouden, maar Laura zelf ook. Kennelijk is het zo dat in Qatar mag je alleen seks hebben. Als je getrouwd bent. Uh, Laura is niet getrouwd. En uh, ik heb ook vernomen dat die meneer die haar verkracht zou hebben ook niet is getrouwd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt. Het ministerie staat Laura in Qatar al vanaf haar detentie bij. De ambassade in Qatar heeft nauw contact met haar en de autoriteiten. Zeven partijen in de Tweede Kamer vragen opheldering. Het is echt een afschuwelijke zaak. Het lijkt erop dat een slachtoffer van verkrachting nu wordt behandeld als dader. En daardoor zit ze al maanden in de cel. Ja, dat kan eigenlijk geen dag langer duren. Ze heeft in de gevangenis nog geen enkele keer bezoek gehad van een advocaat uit Qatar. Laura hangt een celstraf van één tot drie jaar boven het hoofd.